Hey, we zijn nu bij het theater van CKC. Laten we een kijkje nemen. Probeert in ieder geval het verhaal van de film zoals het origineel is. De boodschap probeer je in ieder geval mee te nemen in je voorstelling. Maar het is wel zo dat we natuurlijk een hele eigen draai geven aan het verhaal. Je kunt niet een film echt letterlijk zo neerzetten, dat kan niet. We zien allemaal dat je best wel veel doet ook achter de schermen. Wat is nou precies jouw rol en ja, hoe bevalt dat? Heb je een huurtje? De aanloop naar de voorstelling toe, ben ik wel inderdaad degene die begint met oké, we moeten gaan vergaderen, er moet een brief komen, een agenda maken van dat is de deadline, dit is de plek. Dat is eigenlijk een beetje mijn rol, een beetje het saaie werk. Nou, laatste vraag. Je maakt natuurlijk ook best veel choreografie voor... Ja. De voorstelling. Krijg je nooit zelf de neiging om mee te willen dansen? Altijd. Ja, ik denk dat ik in de eerste plaats een danser ben en daarna een docent, dat denk ik. Als ik kijk naar wat je nu of na zoveel jaar voorstellingen draaien en achter elkaar choreografieën maken, wat ik daarvan leer en hoe mijn leerlingen daarin zeg maar ontwikkelen, dan vind ik dat eigenlijk geweldig. Hoe was het om met zoveel verschillende docenten te werken? Het is voor mij de tweede keer. Want ik heb hiervoor ook al een keer een hoofdrol in de Houtkraker gespeeld, ook hier in het CKC. En dat is onwijs leuk om te doen. Omdat je natuurlijk, je bent je eigen docent gewend. Maar op het moment dat je andere docenten, dat je er ook les van krijgt, leer je ook weer andere dingen. Dus dat is gewoon heel interessant om te doen. En aangezien je met zoveel docenten hebt gewerkt, heb je vast wel een favoriet en een... Geen of die wat minder leuk vond. Ik heb standaard les van Melanie. En zij begeleidt me natuurlijk ook het meest binnen deze voorstelling. Dus dat zal dan wel mijn favoriet moeten zijn. Oké, wie zijn jullie? Ik ben Rafa. Ik ben Noah. En ik ben Sterren. En welke dans doen jullie? Hip-hop. Ja? En hoe vinden jullie dat? Leuk!